Ellen, het zag er een loodzwaar WK uit. Heb jij het ook zo ervaren? Het zag het er niet uit, het was het ook zo. Ja, het is, ik had een goede start, gelukkig was ik weer mee. En ja, dan is het vanaf minuut 30 seconden of minuut anderhalf is het aan jezelf te doen. En ja, is het eigen tempo zoeken. Ja, zo snel mogelijk rijden waar kan en zo goed mogelijk tempo maken als het, of ja, bijten tegen die muur of vechten tegen die muur als het wat lastiger is. En ik had vandaag een goede dag en ja, ik heb het wel kunnen tonen in mijn wedstrijd. Wel het gevoel dat eigenlijk iedereen op Sanne na iedereen op zijn plaats geëindigd is vandaag, nee? Ja, alhoewel dat ik voor dit vooraf had ook al willen tekenen. Ik heb ook wel vierde en vijfde gehangen uiteraard, maar ik weet ongeveer wel mijn plekje in het peloton. De laatste weken voel ik me beter en dan is het alleen maar blij om voor zoveel mensen en op zo'n editie hier ja, toch wel een mooie prestatie te leveren. Jij gaat met een goed gevoel naar huis. Zeker en vast. Ik zie niet in waarom niet. Ik ben wie ik ben. Ik kan ook wel tevreden zijn met mijn eigen prestatie en als de rest beter is, dan is het ook maar zo. Ik heb gegeven wat ik kan. Ik ben één keer onderuit gegaan en een klein dipje gehad. En dat is de reden waarom denk ik dat Eva van mij kan wegrijden. En Richards ook op den duur, Evi. Maar ja, ik heb gedaan wat ik kon en ik kan mezelf niks verwijten. Oké, dankjewel Ellen.